Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer hebben we het over de halve finale reeks battles. En zoals altijd ben ik met vier geweldige juryleden. Links van mij heb je Tim Beumers. Hi. Faux, gastjurylid. Aan deze kant hebben we Kimo en Excellent. En de battle waar we het op dit moment over gaan hebben is Chalamang tegen Mr. Satisfied. Excellent, wat vond jij van deze battle? Super entertaining, man. Mm-hmm. Popcorn erbij halen en shit, man. Ja, echt. Pop Your Name. Onorthodox. Ik weet dat we zeg maar pas 7 seizoenen met hem werken, maar Pop Your Name. Een hele onorthodoxe battle. Mm-hmm. Weet je, het is niet je doorsnee battle als dit, want twee onorthodoxe MC's tegenover elkaar, dan kan je dit soort shit krijgen. En ja, allebei, Mr. Satisfied heeft zijn beste shit neergezet ever in Punch Out sowieso. Dit was eindelijk Mr. Satisfied. Misschien had hij die kring nodig, zoals hij gewend was in de andere battle. Ja. Mm-hmm. En was het podium gewoon niet zijn ding. Ja. Dus ja, nu ja. Al, was de eerste Satisfied keer dat hij bij Punch Out battle was, was het of net keer, twee keer of zo weet ik niet, maar het was het podium en het connecte niet. Ja. Hij kon niet connecten met de crowd. Nu staat hij in een kring en bam, die man connect. Hij is gewoon weer de Mr. Satisfied die mensen wouden zien in Punch Out. Dus ik applaudisseer hem voordat hij eindelijk zijn mojo heeft gevonden in Punch Out, weet je. En is in de, ja, Chalamang die is weer vrij na voor een 793ste keer vastgezeten. Was Chalamang weer vrij. En, wat zegt hij allemaal? En, shit, ja, man. Hij was back, man. Chalamang was weer op zijn Chalamang shit, man. Oude vertrouwde Chalamang. Ja. En ik vond die, hij kwam met een hele tory van, de tallen zijn zo scheef. Ja. Ja, ik weet wat hij zei. En hij nam heel veel kracht. Nog één? Ja. Maar ook bij hem weer, wat hij er tussendoor zei. Klopt, maar iedereen wilde het gewoon schreeuwen. En dan dat ding, wie deed het ook weer? Hij deed ook zoiets in de hand, hè? En dat was tussendoor, maar iedereen wou gewoon mee. Maar het is wel crowd control. Hoe je het ook draait, dat is crowd control. Ja, dat is connecten met de crowd als een mallen. Dat is connecten met de crowd als een mallen. Zie je zinnen afmaken en met z'n allen meedoen met je shit. Dan heb je die connectie. Ze gingen zeg maar uiteindelijk dan heb je die verder dat ze daarna me gingen zeggen. Hoe is het? Ja. Hoe is het? Ja, nee man. Dus dat hij heeft geconnect als een motherfucker. Weet je, dus ja. Een van de beste Chalamangs in Punch Out, dit man trouwens. Ja. Oké. Okay. Dus je weet wat je van Chalamang kan verwachten. Ga geen super technische, weet je, ga geen fiction-achtige technische rijmschema door iets verwachten. Weet je, ga geen eerste keuze dingen van hem verwachten. Chalamang is Chalamang en in zijn Chalamang universum bracht hij gewoon Chalamang één game vandaag. Dit was Chalamang één game, hij heeft gesloopt. En Mr. Satisfied was ook eindelijk Mr. Satisfied, dus allebei gewoon een ding voor de. Ja man, voor mij wel man, ja wel man. De crowd was entertained man, in het half finale blok, nog wel. Ja. Ze waren het opwarmen voor de halve finale battles en dat hebben ze uitstekend gedaan, vind ik zelf. Okay. Ja, zeker wel. Ja. Fo, weer eigenlijk battlers die sinds jouw seizoen erin zitten. Chalamang die is natuurlijk al sinds dat jij battelt aan het battelen. Wat vind je van Chalamang een paar jaar later? Zat hij toen ook regelmatig vast? ik heb misschien één keer gezien in al die tijd. Nee, ja, wat kan je ervan vinden, broer? Chalamang is Chalamang. Ik vond zijn eerste ronde echt hard, alleen ik vond het jammer dat hij zo lang naar Gino ging spazen. Maar wat hij zei was gewoon hard. Wat? Wat ik wel, alleen Chalamang heeft altijd in zijn battles op een bepaald moment dat je denkt van waar de fuck gaat hij naartoe. En vandaag is het tweede met dat filmen met die grappie naast. Hé, hey, welke voetbalclub zit je? Dit, dat. Ja, ik heb al schijt aan de tijd, fuck iedereen hier. Ja, er is altijd een bepaald moment dat je denkt van oké, ben je even vergeten dat je in een battle ring aan het battle. En op dat moment haak ik snel af en denk van hey, nu is het klaar. Ik kan, weet je, je bent te ver gegaan, zeg maar, het is niet meer, dan vind ik het niet meer grappig. Het is niet meer entertainment. Nee, want er zitten ook geen bars meer, dus het is gewoon echt een showtje opvoeren wat niet in zo'n ring thuis hoort. Eerste ronde vond ik dik, tweede ronde tot dat moment en derde ronde heb ik ook staan niet zoveel bijzonders. Ik vond Chalamang A-game wat ik zeg, mooi. Chalamang tegen Shiké destijds, dat was A-game. Dit was Chalamang, was hard om hem weer terug te zien. Dit was B-game. Ja, het was gewoon, ja, Chalamang. Maar het was niet C-game. Ik vond niet dat hij boven zichzelf heeft uitgestegen ten opzichte van wat hij hiervoor heeft gepresteerd. Okay. Satisfied daarentegen, die vond ik, ja, dope. Die stem van Chalamang is een marteltechniek bij de politie, die shit daarover. Ja. Ze halen je kwartje valt bij jou pas als er 5 stuivers zijn gevallen of zo. Nee. Bij jou, daarom duurt het zo lang voor je wat door hebt.
iets over zijn bovenlip. Lubrano dik rijden, dat hij ineens mijn sidechicks heeft me gedumpt door jou te vechten tegen Lubrano. Ja, hij ging eventjes los op Lubrano. En hij had gewoon tweede en derde ronde harde rebuttals op Chalamet's versus. Ja, die tandenpoetship. Ja. Ja, ja, dus, dat je tanden best wel Antilliaans begint te vloeken. Ja. En wat praat je over mijn schoenen? Jouw jouw beide benen pas in één sok of zo. Crazy shit, man. Ik vind het, hij is super creatief of zo. En hij, ja, op de manier waarop hij het brengt, slaat het ook dusdanig goed aan. Je zit ook zo met what the fuck, maar je hebt gelijk gevisualiseerd wat hij bedoelt. Dus Satisfied was dope. Challa was ook dope, daar niet van. Maar ik vond deze wel duidelijk een Satisfied. Okay, maar je was wel een geëntertained. Deze ja, man, ik heb gelachen oprecht. Het was gewoon een goede battle, goede opwarming voor die halve finale. En ook gewoon een van de betere battles van vandaag. Dus ik heb genoten, man, zeker. Okay. Tim, ook genoten van deze battle? Ja. Ja, dit is de challa man die je wil zien. Je denkt van, welke challa is het? Deze? Ah, man. Ja. Maar er zijn ook dus challas geweest die je misschien... Ja, heel vaak zelfs. Die gewoon, dat je denkt van, oh ja, hij is zeg maar gewoon binnenkomen rennen. En denk, nou, weet je wat, ik doe maar gewoon wat zit. Dan kom ik er wel maar weg. Ja, soms lukt dat gewoon niet. Normaal, hij is gewoon heel krap en heel veel onzin. Dat je denkt, wat heb jij dan? Maar hij is ook de enige die gewoon in één ronde taser zijn props kan geven. Deze man heeft mij nooit gesnitcht. Dat is om kon draaien. Maar trouwens, als je dit soort shit over mij zegt, is het niet waar. Ik heb niks van dat gedaan. Ik heb alleen maar de keuken van mijn vrouw en kinderen in brand gestoken. Ik denk van, hoe kan je nou een soort van ding van, nee, ik ben echt, ik lieg nooit tegen jullie. Wat jij zegt was onzin. Ik heb gewoon de keuken van mijn gezin in brand gestoken. En zo, dat is toch niet zo? En maar hij vertelt het een soort van, oh, was dat het alleen maar? What now? En ook bij dat soort dingen. Toen is die gast boven, hij zegt, maar hij staat altijd vast. Waarom? Hij zegt, hij staat ook erg vast. Ik voel echt voor fucked up shit, man. Hij zegt, wat dan? Hij zegt, ja, hij nog nodig om het te zeggen. En toen kwam hij daarna met, dat ik gewoon even de keuken van mijn moeder. Hij zegt, wat zijn die nou? Ja. Dat soort shit. Maar alleen Chala dat je denkt van, ah, oh, wat leuk dat je dat zegt, man. Ja, maar Satisfied, ja, man. Once you go black, make sure we ain't on break. En dat is wel een barretje. Ja, oké. Even braaf voor de kima afstreepsessie. Braboliaans? Ja, jullie ook Braboliaans? Nee, die heb ik van jou gelaten. Die heb je van mij gelaten. Vertel, Braboliaans? Ja, hij zei, jij praat Antilliaans, je komt met Brabant, je praat Braboliaans, zei hij tegen zo. Ik versta geen Braboliaans. Ja. En van, je bent niet echt moeders mooiste, maar je hebt ook niet echt de mooiste moeder. Heemaker, man, heemaker. Dat is heemaker. Klapte. En Satisfied dat gewoon bar voor zulke shit. Je wordt niet gefriend zo, Jesse Mander, let's pretend this never happened. Zo. Even afstrepen, met je donder, En dan de laatste die ik wil noemen, die was echt noemenswaardig, gaat het over de haarlijn van Challa. En dat zei, ja, haarlijn is zo ver naar achter dat hij in een ander continent verdeeld is over 80 hoofd. En het is iets in de delivery van Satisfied. Het is niet godlike, maar ik blijf meer bij die mad professor van Jill. Als ik dan als ik kata, ja, zodra hij zo delivered, is het al. Dan zet je de deur open voordat mensen denken van wow, dit is een theatrale shit. En als je dan dit soort bars erbij brengt, dan is het on point, man. Ja. Dit is echt zeg maar de Magneto Professor X dude die je wil zien. Ik hoor wel in je ondertoon dat je wel het gevoel hebt dat Satisfied op een wat hoger niveau aan het opereren was. Ja, Satisfied was echt vet. Weet je, als je zeg maar naar de top tier MC's kijkt, kan hij echt gewoon een plek daar pakken van deze hoek hoef je niet te komen. Deze hoek heeft Satisfied covered, dat is van hem. Je hoeft daar niet te gaan. Dat is, weet je, en dat is gewoon goed om te zien, dat hij daar zijn eigen plek heeft. Kimo, heeft deze guy nog wat dingen voor je over kunnen laten? Ik heb aardig wat kunnen strepen, maar daar blijft het over. Het was een vette battle, twee verschillende gasten. Ook echt zo'n battle dat er gewoon echt wat gebeurt. Weet je, dat zie je ook aan de crowd, mensen leven er mee. Chalamet maakt altijd een show van, ik weet niet, soms verliest hij zichzelf erin. Of in die show. Ook ja. En dat zat er nu ook af en toe wel een beetje in. Maar over het algemeen genomen was het inderdaad gewoon Chalamet zoals je dat graag ziet. Hij is ook de enige die zegt mij, aan het moment over Geert Wilders. Hij refereert naar hem met mijn N-woord Geert Wilders. Ik denk dat hij nog nooit zo gerefereerd is. Dat vond ik grappig. Ook Miss Lubrano zei op een gegeven moment Time.
En dan ging Charlotte met het vingertje zo beneden erger. Je mag ook niet eens kijken gewoon. Ja, gewoon. Wow. Trap to the hand, dus dat meest donus. Hij heeft een stukje met jouw tanden zijn zo scheef dat het publiek lekker meedeed. Yeah. Net als bij elke bias inderdaad, de invulling was niet eens heel top. Maar je zag dat hij echt genoot van het publiek mede. Ja. Hij veranderde gewoon in een soort studio. Ja. Hij ging ook zo staan, zo nog eentje, ja. Nog eentje. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, ja. Laatste zei van, jullie zijn groot, zag ik heb helemaal niks meer. Ja. 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 Nou, het is een lijpe guy, maar vandaag was het nice. Ik heb ervan genoten. Hij miste zelfs van, ja, was wel echt veel sterker. Gewoon als je kijkt naar bars. Als je kijkt naar zijn schema's, naar zijn invalshoeken, veel is al gezegd. Maar ook gewoon hoe die gozer er ook bij loopt, weet je, hij zag een super dandy uit. Hij zei van, op een gegeven moment komt daar een mob zijn, op het einde snit jij iedereen op alfabetisch. Die was nice. Hij had iets over DRC's, Dick Rider Certificates. Daar had hij ook een heel verhaal bij verzonnen. En met je botox back zorg je echt voor apocalypse. Lekker creatief dus. Ja. Die uit de goede tanden, die bottle ook. En een goede zonnebril op het einde. De twee lekkere fuck you's erop. Dus Mr. Satisfied, ik heb daar echt van genoten vandaag. Oké. En hoe vertaalt die genot zich in de cijfers? Dan krijgt Mr. Satisfied van mij echt een mooie ronde 8. Daar is hij. En Chaloman een 7. Okay. Omdat er wel duidelijk verschil zijn tussen beide heren. Maar okay. Alle twee mooie cijfers. Vo, ja, jouw cijfers voor deze battle? Ik geef Mr. Satisfied een 8,5. En Chaloman een 7. Okay. Tim? Ik geef Satisfied 5 Rater. Nee, 8,2. 5 Rater? What? So, what the fuck? That sounds so gay. So gay. Dit is white boy entertainment, maakt niet uit. Satisfied 8,2 en Chala 7,2. Ik wil Chalaman nogmaals credit geven dat hij de connection met de crowd heeft gemaakt. Dat is voor mij nog nooit iemand in Porsche heeft gedaan. Ik heb live concerten gezien waar de crowd nog niet eens zo mee ging schreeuwen. Mm. Als bij Chalamas en je tanden zijn zo scheef shit gewoon. Yeah. Dus voor dat geef ik hem echt salut. Dat was gewoon echt crowd control. Noem maar dat. Zoals het in de hand. One-on-one. Ja, precies dat, for real. Maar mijn lang verhaal kort te maken, Satisfied 8, Chalaman een 7,8. 7,8. Ja, wel dicht bij elkaar. Ja, wel, man. Was close, man. Ik zeg je, ik doe echt mijn petje af voor hoe Chalaman die crowd in zijn hand heeft gekregen. Want ik heb top tier MC's gezien die moeite hebben gehad om een reactie te krijgen. Toen ze zieke fucking bars hadden, maar ik kwam gewoon geen reactie uit. Dus ze konden die connectie niet maken. Wel. Hij krijgt die extra punten voor de agressiviteit. Ja, man. 7,8 Chalaman, 8 Satisfied, man. We gaan even rekenen en dan zijn we zo meteen terug met de cijfers. Eindcijfers. De cijfers zijn bekend. Chalaman is geëindigd op een 7,2. Mr. Satisfied is geëindigd op een hele mooie 8,1. Natuurlijk beslissen niet alleen deze juryleden, maar ook jij hebt mogen beslissen via jouw cijfers wie jij vindt dat wint. Op www.punchupbattles.nl zie je wie ook uiteindelijk deze battle heeft gewonnen. Ik dank mijn vier geweldige juryleden, Excellent, Kimo, Fo en Tim Beumers. Mijn naam is Demo en ik zie je bij de volgende aflevering van Punch Out Battles, The Judgment.